Goeiedag, mijn naam is Simone van Gelen. Jullie hebben allemaal een vragenlijst ingevuld om jouw profiel op de wereld van verschil kenbaar te krijgen. Deze ontvang je van mij tijdens de sessie. En om eigenlijk meteen aan de slag te kunnen gaan, samen en op de wereld van verschil tijdens de sessie, stuur ik deze uitleg van de methodiek alvast vooraf. Dus dat is in de vorm van deze film en de presentatie die ik gebruik tijdens deze video. Stuur ik ook mee tegelijk in hetzelfde e-mailbericht, zodat je zowel de presentatie rustig zelf kan doornemen, als ook deze video kan volgen. Schrijf de vragen op die je hebt, dan kunnen we daar ook echt op ingaan tijdens de sessie. En nou, hiermee besparen we tijd en kunnen we meteen lekker aan de slag. Dus ik pak ook meteen eventjes de presentatie erbij. Voilà. Nou, je ziet hier precies hetzelfde als in mijn achtergrond. Dit is de afbeelding van de wereld van verschil. En tijdens de sessie ligt hiervan ook een grote mat op de grond, 2,5 bij 3,5 meter. En kunnen we hier ook echt op staan en bewegen. Dus dat ga je ervaren tijdens de sessie. Voor nu ga ik uitleggen wat de methodiek is. En misschien heb je het al gemerkt tijdens het invullen van de vragenlijst dat de stellingen vooral gaan over het gedrag dat je laat zien of kiest om te laten zien of kiest om in te zetten. En de wereld van verschil is, nou, zoals je ziet, een fictieve cartografie. Dus het is een fictieve wereld. Daarop staan allerlei woorden. En die corresponderen eigenlijk met het type gedrag wat als methodiek eronder ligt. En de methodiek die onder de wereld van verschil ligt, is DISC. Misschien al eerder van gehoord, het is best een bekende. En dat gaat eigenlijk over, over gedrag. Je hebt ook allerlei testen die gaan over drijfveren, of over je persoonlijkheid, je eigenschappen. En deze gaat echt over gedrag. Ik heb gemerkt in het werken met teams dat het vaak gaat over gedrag waarover je in gesprek gaat samen. En dat de verandering, of het samenwerken, of het gesprek over samenwerken, vaak gaat over gedrag. Dus daarom is DISC een hele mooie tool. Nu vond ik zelf DISC een beetje saaiig, want dat zijn vier kleuren. En toen ik deze ontdekte, de wereld van verschil, nou, toen ging mijn hart een stukje harder kloppen. En toen dacht ik, ja, dit is het. En het werkt ook heel mooi, want iedereen heeft al iets met kaarten. Het prikkeltje fantasie, je onderzoekende brein. En het zegt ook echt iets over, nou, hoe mensen in de wereld staan. Dus ook op een ander deel van de wereld anders beleven dan op een ander stukje van de kaart. Dus nou, deze kaart mag je verkennen. En dat doen we tijdens een sessie. En we gaan nu eigenlijk stap voor stap de methodiek verkennen en dat ga ik jullie uitleggen, zodat je een beetje snapt hoe het in elkaar steekt en wat uiteindelijk jouw profiel dan ook zegt. Ja, dat over deze sheet. En zoals ik het dan net zei, hè, je kan je voorstellen als je op de wereld woont en op de wereld van verschil staat, nou, dat je het waarneemt zoals het is. En dat gaat natuurlijk niet over de wereld van verschil, maar dat gaat over hoe jij de wereld waarneemt. Alles daarin. Collega's, je werk. En we hebben snel de neiging om te zeggen van, nou, ik zie de wereld zo en hij is ook zo. En dan kom je eigenlijk tegenover elkaar te staan. Want dan kan het zomaar zijn dat iemand anders zegt, ja, maar ik zie het zo, dus het is zo. En wat de uitnodiging die ik graag wil doen, en daarmee steel ik deze opmerking natuurlijk, maar daarmee is die niet minder waardevol, misschien nog wel meer. Je ziet de wereld dus niet zoals de wereld is, maar zoals jij bent. Dus mensen zien de wereld niet zoals zij is, maar zoals zij zijn. En met dat besef wil ik jullie uitnodigen om genuanceerd en open te staan voor andere perspectieven. En dat er niet één waarheid is, maar dat er meerdere waarheden staan die niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar mogen bestaan. Je kan je voorstellen dat jij de wereld ziet op jouw manier, omdat jij bent opgegroeid waar je bent opgegroeid, met de vrienden en de familie om je heen die om je heen waren. Het schoolsysteem heeft daar invloed op.
jouw werkleven heeft invloed. Dus eigenlijk alles en iedereen om jou heen, van kleins af aan tot op heden, vormt het beeld en vormt de manier waarop jij naar de wereld kijkt. En zo heeft ieder dus een eigen invulling, een eigen ervaringen en misschien andere mensen om zich heen gehad, of een andere context waarin iemand is opgegroeid, waardoor je de wereld dus ook verschillend kan ervaren. Dat is de uitnodiging. En dan beginnen we eigenlijk met een heel simpel voorbeeld. Dit kunnen we nu niet plenair delen, maar wel de vraag aan jou die dit filmpje nu kijkt: wat zie je hier? Geef ik je een paar seconden de tijd voor en daarna zal ik vertellen wat meer mensen hierin zien. Nou, misschien heb je wel meerdere dingen gezien. Wat mensen zeggen dat ze hier zien, dat gaat over, nou, letterlijk wat je ziet. Er zijn mensen die zeggen: nou, ik zie twee zwarte bogen die aan elkaar vastzitten. Ik zie de wereld van verschil vaag op de achtergrond. Ik zie een sheet van een PowerPoint. Dat is echt heel erg letterlijk wat je ziet. Je ziet ook mensen die het meer gaan invullen. Ik zie een E. Vanuit een ander perspectief een 3. Of nog vanuit een ander perspectief een W of een M. En dan hebben we ook nog de associaties erbij. Ik zie de McDonald's. Ik zie twee bergen. Ik zie billen. Ik zie borsten. Nou, daar moet vaak altijd een beetje bij gespiegeld worden. Ik zie een ovaal die in tweeën is geknipt en is opengeslagen. Ik zie twee eierschalen. Eigenlijk is dat wel hetgeen wat tot nu toe naar voren is gekomen. Misschien zat die van jou erbij. Misschien niet. Als het niet zo is, dan hoor ik dat heel graag als ik je ontmoet. Als jij iets anders zag dan alles wat ik net opsomde. Want dan kan ik die toevoegen. Maar het gaat dus ook hier weer om het besef dat jij misschien iets anders ziet dan wat iemand anders erin ziet. En dat dus kan variëren van heel erg letterlijk wat je ziet, tot en met een invulling of een associatie en een beeld wat je daarbij hebt. En alles wat daartussenin zit. Dat gaat over perceptie. En dat is heel belangrijk voor de methodiek van de wereld van verschil. Misschien wel in alles. Als het gaat om samenwerking, maar ook om naar jezelf te kijken. Het gaat om perceptie. We maken even een stap naar de methodiek. Zoals je hier ziet, zie je de vier kleuren die ook gebruikt worden in DISC. Je ziet erachter het relief van de wereld van verschil. En eigenlijk wordt de wereld van verschil in vier rijken verdeeld. En dat is consciëntieus, daadkrachtig, stabiel en invloedrijk. En door iets in een vier kwadranten te kunnen scheiden, heb je twee assen nodig. Nou, de eerste as is introvert-extravert. Waarbij het aan de ene kant staat voor introvert en aan de andere kant voor extravert. En jouw as wordt een beetje bepaald door het gedrag wat jij laat zien. Dat is bijna nooit 100% introvert, bijna nooit 100% extravert. Maar nou ja, het zit daar ergens tussenin. En dat kan dus ook per context variëren. Als het goed is, heb jij de vragenlijst ingevuld met het context van je werk in je achterhoofd. Maar het kan ook zomaar zijn dat je binnen je familie, je gezin, bij vrienden net iets introverter of extraverter ben dan op je werk, bijvoorbeeld. Dus het is ook contextafhankelijk. Nou, wat kun je je voorstellen bij de termen introvert-extravert? Dat staat hier op een rijtje. Die mag je rustig lezen. Dan ben ik even iets minder spraakzaam. Even twee woorden te gebruiken die er staan. En ook hier zetten we even heel zwart, zwart-wit in polariteit neer. En het kan dus zijn dat je aan beide kanten iets herkent of dat je bepaalde woorden mist. Een introvert komt altijd wat rustiger over, wat bedachtzamer is naar binnen gericht, maar denkt vaak eerst, denkt vanuit zichzelf naar buiten. Dus gebruikt zichzelf vaak als referentiekader, zo zou je het ook kunnen zeggen. Een extravert type gebruikt de omgeving als referentiekader. Dus hè, het regent, of het zou kunnen gaan regenen. Ik kijk naar buiten, want het regent hier nu toevallig. Het zou kunnen gaan regenen, ik weet het niet zeker. Een introvert gaat bij zichzelf: nou, erg vind ik het om nat te worden. Kijkt misschien nog even naar de lucht.
kijkt misschien op de Buienradar-app. Een extraverte die kijkt wat anderen doen. Die kijkt naar buiten. Lopen mensen met een paraplu? Wat doet mijn collega of mijn partner eigenlijk? Neemt hij wel of geen paraplu mee? Trekt die een regenjas aan? Dus dat is een andere perceptie. Wat je ook vaak hoort in de uitleg van introversie en extraversie is dat je energie krijgt van mensen. Dat je het fijn vindt om mensen om je heen te hebben. Dan krijg je energie van, voel je je lekker. Dan zit je meer aan de extraverte kant. En als jij het nodig hebt om met jezelf te zijn, in rust en even niet onder de mensen te zijn, dan neig je meer naar introversie. Nou, ik zelf heb bijvoorbeeld beide in me. En nou, ik weet niet of het 50-50 is, maar ik laad enorm op van mensen. En soms moet ik even puur en alleen met mezelf zijn. Dus ik heb beide aspecten in me. En dat houdt mij een beetje in balans. Dus hier kun je misschien alvast wat herkennen in jezelf. Van, goh, ik denk dat ik meer aan die kant zit. Of aan de andere kant. Tweede as, want ik beloof jullie twee assen die de wereld in vier rijken verdeelt, is taakgericht, mensgericht. En ook hier gaat het om een as en niet om een keiharde tegenstelling. Dus dit is je eerste neiging. Dus ben jij eerder geneigd om na te denken over de mensen om je heen en de focus te hebben op de mensen? Of ben jij eerst gefocust op de taak en daarna misschien de mensen? Dus als voorbeeld gebruik ik hier vaak nou, twee verschillende projectmanagers. Die hebben precies dezelfde opdracht gekregen, precies hetzelfde project. Moeten dezelfde kwaliteitscriteria, hetzelfde budget, binnen dezelfde tijd moeten ze het voor elkaar krijgen. En als je dan de taakgerichte projectmanager zou vragen, is je project geslaagd? Dan zal deze zeggen, ja, we hebben alle kwaliteitseisen behaald. We zijn slechts 5% over budget heen gegaan. En we hebben het ook ruim binnen de tijd gehaald, want we hadden nog 2 weken over. En oh ja, we hadden ook superleuk projectteam wat leuk met elkaar samenwerkte. De mensgerichte projectmanager zou zeggen, ja, zeker geslaagd. We hadden een superleuk team. Iedereen zat in haar kracht. We hadden ook een trainee en een stagiair. Die konden mooi leren. We hadden ook iedere vrijdag een borrel met elkaar. Hè, dus het was ook echt wel gezellig en vriendschappelijk. En dat kon ook af en toe wel even knallen. Dus ja, de samenwerking was echt lekker. En uiteindelijk hebben we alles gehaald aan de criteria. Hadden we 2 weken aan het einde nog over. En zijn we slechts 5% over het budget heen gegaan. Zo zie je dat de taak het op dezelfde manier verricht zou kunnen zijn. En misschien was het team ook precies hetzelfde. Maar de taakgerichte projectmanager kiest ervoor om het eerst over de taak te hebben. En oh ja, de mens. De mensgerichte projectmanager heeft het over de mens en team en de samenwerking. En oh ja, de taak. Dus dit is waar je eerste aandacht naar uitgaat. En daar horen deze woorden bij. Dus taakgerichte mensen komen vaak ook wel wat formeler en zakelijker over. Een mensgericht is vaak wat informeler. Die maken eerst even een praatje bot en even contact met je voordat ze naar de inhoud gaan. En taakgerichte mensen zitten misschien meteen op, nou, we hebben dit te doen en geen tijd te verliezen. Even heel erg stereotyperend gechargeerd neergezet. Dus misschien herken je hier ook al iets van jezelf. Als we deze twee assen dan op elkaar leggen, dan komen we inderdaad op de vier rijken, waarbij je het daadkrachtige rijk rechtsboven ziet. Daar vind je dus mensen die meer taakgericht en extravert zijn. Rechtsonder zie je het invloedrijke rijk, geel. Daar is mensgericht en extraversie vooral te vinden. In het groene, stabiele rijk vind je mensen die vooral mensgericht en introvert zijn. En in het consciëntieuze rijk, blauw, vind je introversie en taakgerichtheid. Hier zie je ook de eerste letters van DISC voorbij komen. Dus daar zit de herkenning, de D, de I, de S en de C. Dus dit zijn de vier rijken van de wereld van verschil. En om die wat meer te duiden, duiken we nog even lekker de stereotypering in om vervolgens de nuance in te gaan. En dat doen we eerst aan de hand van een goede dag. Dus je kan je voorstellen op een goede dag. Spring je uit je bed vol enthousiasme of je staat rustig op als je meer aan de introverte kant zit. Maar alles zit mee, alles is lekker en het gaat zoals jij het liefst werkt of doet of bent. Dat je denkt, ja, een lekkere dag. Tijd vliegt voorbij. Aan het einde van de dag denk je, oh ja, dat was een lekkere dag. Hier wil ik wel meer van. Dat is een goede dag. Dan ziet het gedrag in de vier rijken er op deze manier uit. Dus dit zijn wat trefwoorden. Lees het even.
Misschien herken je hier ook wel iemand in, of jezelf. Het is vaak sneller om een ander te herkennen dan jezelf. En bij goede dag kan het zeker nog wel gebeuren dat je ook jezelf erin herkent. En dat is dus ook helemaal goed, want dit zijn dus de dingen die jij goed kan. Je kan je voorstellen dat je ook wel eens een slechte dag hebt. Alles zit tegen. Niks zit mee. Je hebt er geen zin in. Het loopt niet. Het gaat niet. Dit kan ook zijn, je ervaart veel stress. Dat is ook een slechte dag. Dan zit het ook gewoon niet mee. Dan loop je op je tenen of je rent als een gek. Nou, het is maar net hoe jij om de stress gaat. Dat is ook een slechte dag. Een andere dimensie van een slechte dag vind ik ook altijd wel goed om te benadrukken, is als jij vanuit jouw rijk echt een over de top goede dag hebt. Waarbij je denkt, oh, lekker. Weet je, ik vertoef graag in het gehele Rijk. En als ik een goede dag heb, dan denk ik, oh ja, weet je, ik kan de wereld aan. En ik, nou weet je, ik overschreeuw misschien wel een beetje. Waarbij ik denk, ik heb echt een vet goede dag. Wat is het probleem? Omdat anderen mij dan ervaren in het gedrag wat je kan vinden bij een slechte dag. Dus slechte daggedrag gaat over, je hebt zelf een enorm slechte dag. Of anderen ervaren jou op een overdrive manier, waardoor jij denkt, ik heb een goede dag, vet goede dag, maar zij ervaren jou op deze manier. En daar horen deze woorden bij. Dus neem die ook even tot je. Hier ontstaat vaak meer herkenning. Vooral herkenning van mensen in jouw omgeving. Daar je denkt, oh ja. Die zou nog wel eens daar kunnen zitten. En dat is mooi als je mensen herkent of denkt te herkennen. Kijk ook even nog naar jezelf. Wat herken je van jezelf? Misschien wil je het niet zien, maar wat herken je van jezelf, uitgesproken of stiekem, uit deze woorden? Uit welk rijk? Dan komen we dus op de vier rijken. Nou, hebben jullie een beetje een idee bij de woorden en de woorden die horen en de uitleg die horen bij de vier verschillende rijken? Maak ik deze stap. Hier gaan we een beetje de nuancering in. Hè? En ik gaf het ook al aan bij de assen. Het is nooit precies het een of het ander of het een of het ander. Je zit er altijd een beetje tussen. En net in een goede dag en slechte daggedrag, hè, zetten we het even lekker in de vier kleuren neer en gaan we de stereotypen in. Jouw profiel maakt een nuancering. En dat doet hij doordat jouw profiel is vastgesteld op basis van je eerste en je tweede voorkeurskleur. Dus je ziet hier de wereld van verschil verdeeld in 16 rijken. Of in 16, sorry, 16 profielen. Dus we hebben de vier rijken en per rijk zijn er weer vier kaders te vinden met elk een woord. Dat woord is slechts een woord om jouw profiel te duiden. Dat is niet het woord wat jou voor 100% beschrijft. En ik leg even uit hoe dat werkt. Je ziet in de vier hoeken, zie je analyticus, aanvoerder, dienstverlener en entertainer. Als je daar zit, dan betekent het dat je op één kleur, dus blauw, rood, geel of groen, boven de 50% heb gescoord. Want op iedere kleur scoor je 0 tot 100%. Dat geeft aan hoeveel van deze kleur heb jij in je voorkeursgedrag zitten. Dus als je in de uiterste hoeken zit, dan heb je eigenlijk maar één kleur die boven de 50% scoort. De andere kleuren zitten onder de 50%. Dat kan zijn, stel dat je analyticus bent, dat je 55% op blauw scoort. En 45% op de andere drie kleuren. Dat kan ook zijn, je scoort 95% op blauw en 15% op de andere drie kleuren. Dus daarom krijgen jullie van mij ook een rapport met daarin de scores van de percentages per kleur. Zodat je weet hoeveel van deze kleur laat ik zien in mijn gedrag. Dus dat zijn de vier uitersten. Dan kijken we naar de vier in het midden: de raadgever, de doorzetter, de doener en de diplomaat. Daarbij is het zo dat je oversteekt. De raadgever in blauw, dan heb je boven de 50% gescoord op blauw en
boven de 50% gescoord op geel, waarbij blauw de hoogste score heeft. Dus dan zit je in blauw, want daarop heb je de hoogste score. Maar omdat je op een andere kleur, in dit geval geel, ook boven de 50% hebt gescoord, is dat je tweede voorkeurskleur. Dus dan zit je op raadgever, want aan de overkant staat geel. Zo zou je dus kunnen zeggen bij de doorzetter in rood, is rood jouw eerste voorkeurskleur boven de 50% en groen jouw tweede voorkeurskleur boven de 50%. Dus zo ziet er in het midden uit. En als je dit niet snapt, dan licht ik dat nog heel graag toe tijdens de sessie. Dan hebben we ook nog de perfectionist, de specialist, de tacticus, de pionier, de avonturier, de enthousiasteling, de bemiddelaar en de behulpzame. Die zie je eigenlijk aan de randen van de wereld van verschil, maar wel altijd grenzend aan een andere kleur. Zo zelf ben ik geplot als de bemiddelaar in geel. En die staat tegen groen aan. Dat betekent dus dat geel mijn eerste voorkeurskleur is en groen mijn tweede voorkeurskleur. Boven 50%, maar geel hoger dan groen. Zo zou je bij de perfectionist in blauw kunnen zeggen dat dat blauw de eerste voorkeurskleur is en groen de tweede voorkeurskleur is, waarbij blauw hoger scoort dan groen. Bij de avonturier is het zo dat je rood als eerste voorkeurskleur hebt en geel als tweede voorkeurskleur hebt. Want je staat in rood en je zit tegen geel aan. En zo werkt dat dus ook voor de tacticus, de pionier en de behulpzame en de specialist en de enthousiasteling. Dus die zitten in de hoeken, maar je zit dus altijd in één kleur, je eerste voorkeurskleur, en mogelijk tegen een andere kleur aan, wat jouw tweede voorkeurskleur betreft. In het profiel wat je van mij krijgt, staat dat ook met een kadertje aangegeven. En als ik ze ga uitdelen, laat ik ook nog heel even duidelijk zien waar jij staat op de wereld van verschil en wat dat zegt over jouw score. Dit krijg je van mij tijdens de sessie. Dit is jouw personal map. En dit is dus ook echt een uitsnede van de wereld van verschil. Die 1/16e van de kaart. Dit is jouw plek op de wereld van verschil. En die ga je van mij ontvangen tijdens de sessie. En je ziet daar onderin al een heel klein kadertje staan. Dit is dus toevallig, maar ja, niet heel toevallig. Dit is mijn profiel, die van de bemiddelaar, waarbij geel de eerste voorkeurskleur is en groen de tweede voorkeurskleur is. Ik struikel over mijn woorden, dus ik neem even een slok. De woorden die in dit deel van de wereld van verschil op jouw profiel te vinden zijn, zijn dus ook echt te relateren aan het type gedrag dat je vindt bij mensen die een eerste voorkeurskleur geel hebben en een tweede voorkeurskleur groen. Dus daar vind je woorden die passen bij vooral mensgerichtheid, voornamelijk veel extroversie, dus het gele rijk. Maar daar zijn ook wat woorden toegevoegd vanuit de introversie van het groene rijk. Dit als basisuitleg. Deze zijn we tijdens de sessie, die haal ik nog even terug. Dus dit is de wereld van verschil. Hierin gaan wij de diepte in, maar dit was dus even de uitleg van de methodiek, de DISC, de rijken, de goede en slechte daggedragingen en hoe je komt tot jouw profiel. Schrijf je vragen op, neem ze mee. Dus als het niet duidelijk is, dan hebben we het daar nog over. Maar ik hoop dat dit in ieder geval een eerste blik geeft in de wereld van verschil en hoe dat dan precies werkt. Nou, hier ben ik weer vol in beeld. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en samen de wereld van verschil te verkennen. Dus jouw profiel, het profiel van je collega's en wat betekent dat dan voor jullie als team? Hoe staan jullie samen op de wereld van verschil? Waar hebben jullie veel van? Waar hebben jullie weinig van? En waar zitten voor jullie echt de kwaliteiten als team? En waar zitten de uitdagingen? Ik ben reuze benieuwd om jullie te ontmoeten en om te kijken wat daar allemaal aan inzichten kan ontstaan. Dus, nou, ik zie jullie tijdens de sessie. Tot dan!